What's up guys, ik ben Nassim. En ik ben QC. En vandaag gaan we het nog awkwarder maken dan we ooit hebben gedaan. We gaan de mensen op straat vragen, hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Ja, dat is een hele gekke vraag. Die is fucked up eigenlijk, hè? Die is heel fucked up. Kan die eigenlijk nog? Want ik heb een beetje het gevoel alsof wij steeds de grens verleggen. Maar grenzen moeten verlegd worden, man. Dat is wel zo. Ik vind het op zich nog wel kunnen, want iedereen doet het. Ja, en ik vraag me gewoon af, is het nog zeg maar nodig deze tijd om je haar te scheren of niet? Want het is steeds verschillend. Dan is dit weer in, dan is een lijntje weer in, dan is een afro weer in. Dus we gaan de mensen op straat vragen, hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Laat. Ewa. Soms laat ik het eventjes. En als ik weet van, ai, er komt dat dame langs, dan maak ik het wel even netjes daar zo beneden, je weet toch? Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Wacht even, man. Ja. 4 keer per week? Ja, man. Hoe harig ben jij, manji? What the fuck? 4 keer per week? Ja, man. Hoe vaak scheer je je schaamhaar? Sowieso om de 2 weken. Ik hou niet van haar, dus. Nee, om de 2 weken? Ja, ik hou echt niet van haar. Alles moet weg? Alles moet weg zijn. En bij de man? Ook, het liefst wel. Ik hou niet van kriebel kriebel dingen, weet je. Hij kan niet met krullen komen en zo. Nee, daar zo. Man. Geen krenten dingen. Nee. Krenten? Ja, krenten, man. Stel, waar komt wel met krenten daar? Kijk, om met krentenbol. Moet hij eerst gaan naar de badkamer scheren? Kijk, als het bij mij is thuis, kijk, dan vind ik het niet erg. Maar het liefst gewoon als hij komt, dan moet hij het gewoon thuis scheren en dan is het goed. Hoe vaak scheer je je schaamhaar? Wat is dit voor een vraag? Moet ik hier serieus antwoord op geven? Hey, iedereen doet het, dus ja, waarom niet? Hoe vaak scheer je schaamhaar? Elke dag. Elke dag? Elke dag. Heb je zoveel te scheren, ja? Jezus. Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Zo. Niet zo vaak, man. Scheermessen zijn duur, man. Scheermessen zijn duur? Ja, man. Maar je doet gewoon met keukenmes of zo dan? Nee, tondeuze. En een vrouw moet ook helemaal geschoren zijn? Ja, sowieso, man. Mag ze niet met een streepje komen? Ze mag wel met een streepje komen, je toch? Helemaal kale skint, je toch? Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Nou, eigenlijk zodra de shit een beetje te hoog is, gelijk. Dus ja, ik kan niet zeggen hoe vaak. Kan je laten zien vanaf... Nee, zo hoeveel... niet, maar gewoon weet toch een beetje, wij hebben Kroesa, dus die ding gaat heel snel beetje, terug. Beetje dit, zeg maar. Nee, het is kort en dan gelijk. Beetje dit. En zeg maar, stel voor, er komt een chimmate naar je toe, hè. Je weet al, je bent net uitgegaan. Ja. Een geile chick, je neemt hem mee naar huis. Je doet die broek open, opeens zie je George Bush. Zeg gewoon eerlijk, man. Wat ga je doen? Eerlijk. Nee, maar ik schrik wel, man. Je geeft er gewoon? Zeg maar, ze heeft dit. Nee, kijk. Nee, ik denk niet, man. Ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen, man. Maar meestal ga ik af van tevoren even checken. Ze is echt mooi, man, broer. Ze is echt, zeg maar, boom, gewoon. Maar gewoon een beetje haar, man. Hé, hey, vrouwtje, excuses. Ja, ik zou het misschien even doen. Weet je, we zijn mannen, we blijven mannen, weet je wel. Gewoon eroverheen denderen en weet toch, je bent erin. Heb je nog een tip aan de dames thuis? Elke winkel, zelfs de supermarkt, verkopen scheerschuinen en scheermesjes. Dus weet toch, koop het alsjeblieft. Of anders, ga op date met een man die alvast eentje in zijn zak heeft voor je. Ik zie dat je er glad uitziet. Ja, dat zou kunnen. Ik doe mijn best, zou ik zeggen. Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Ja, dat is vanzelfsprekend, denk ik. Als je jezelf goed verzorgt, eens in de zoveel tijd toch wel het een en ander daaraan moeten doen. Een beetje gevoel bij jou dat jij dat gewoon bij de kapper laat doen? Nee joh, ben je gek. Scheid toch uit, maar dat doe je toch gewoon lekker zelf. Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Wat voor vraag is dat? Vaker? Elke dag? Niet elke dag. Hoe vaak dan? 1 keer per maand. Wat 1 keer per maand? Dat gaat groeien toch? Oh shit. Ik denk 3. 3 keer per maand? Nee. 3 keer per week? Ja. 3 keer per week? Ik weet het niet. Dat is wel veel, man. Ja? Dan heb je echt veel haar beneden, man. 1 keer per maand. 1 keer per maand? Denk ik. Je Brazilian wax? Ja, zoiets. Oké. Netjes? Dan zie je geen haar, toch? Laten zien. Laten zien. Jij weg? Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Hoe vaak? Heb je het überhaupt wel? Hoe oud ben je? Ja, 15, man. Ja? Ja, man. Dus de eerste 3 haren zijn er? Sowieso, man. Ben je er trots op? Sowieso. Hebben ze een naam gegeven? Nee, man. Meisjes vinden het lekker soms, man. Ze vinden het lekker, die 3 haren? 3 haren? Voelsprietjes. No, man. Geen 3 haren hier zo, man. Mijn schaamhaar? Ja. Ja, je weet toch. 2 keer per dag. 2 keer per dag?
Dat is een obsessie, man. Ja, man. Hij heeft geen haartje. Groeit veel haar, toch? Kijk hier zo. Weet toch, oerwoud. We hebben het over je ballen, hè? Ja, dat één keer in de week, maar moet wel. Maar je scheert ook je benen? Nee joh, ben je nou? Maar je ziet toch oerwoud, dan komt hij hier ook toch? Stel even als een meid komt met oerwoud. Dat gaat niet door, man. Nee, je gaat niet in die jungle als Tarzan. Ja, ga je toch. We roepen Mowgli. Nou, punchlines. Punchlines over schaamhaar. Het is wel een poekertje hoor, schaamhaar. Ja. Schaamhaar EP. Mm-hmm. Ja. Ja toch. Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Om de 2 maanden. Om de 2 maanden? Ja. Jezus. Om de 2 maanden. Maar dat groeit wel, man, broer. Ja, maar mag gewoon niet zo snel, weet je. Dus toch. Twee maanden, dus dan heb je ongeveer zoiets? Ja, zoiets. Oké, nice. Wat vinden de dames daarvan? Ja, ik vind het gewoon sexy en zo, weet je. Ja, zeker, man. Een beetje gelen? Nee, het is sowieso geen gel. Wat doe je? Het is sowieso geen gel, man. Het is sowieso geen gel, dus je toch. Maar dus jouw dames die vinden het geil dat jij schaamhaar hebt? Ja, tuurlijk, man. Zeker, man. Wat voor afkomst hebben zij? Indo-Antillianen, Cabo's en zo, man. Dus, zeg maar, doe je dan ook vlechten en zo en kraaltjes? Tuurlijk niet, man. Sowieso niet, man. Wat ben je, man? Nee, misschien is dat een nieuwe swag, toch? Weet ik veel. Sowieso geen swag, man. Dat is sowieso niet, man. Dus, lijntjes? No, man, ook niet, man. Gewoon los, man. Geen lijntjes, man. Hoe vaak scheren jullie schaamhaar? Ik Wanneer het vol behaard is. Ja, wanneer het behaard is, toch? Wanneer het vol is. Als er een man of vrouw komt. En dan? En je bent nog niet geschoren? Dan ga ik snel scheren voordat hij komt, hoor. Ja? Ja. En als hij komt en hij heeft gewoon een afrootje daar? Ja. Wat moet ik doen dan? Is, ja. Je gaat gewoon wiepen, gewoon met reds. Ja. Je bent vies, man. Je bent vies. Team vieze. Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Zo. Godverdomme, joh. Zo, ja, weet toch. Om de maand kan in, weet toch. Om de maand? Gaat snel. Zoiets. Gaat snel. Om de 3 weken, zoiets denk ik. Om de 3 weken? Ja. Je zet je in je agenda, donderdag, schaamhaar. Goh, als ik die beter geetje, weet toch. Dan, weg. En als je een teammate krijgt, dan doe je even snel. Even snel, gewoon. Ja? Boom, boom. Nou, ligt er aan wie, man? Ja, als dat is. Weet toch, fuck haar. Doe ik gewoon, maar. Dus de chick moet het waard zijn om te scheren? Ja, toch, ja. Ja, door. Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Kijk, ik ga niet voor jou liegen. 1 keer 4 dagen. Maar doe je dat zeg maar om weg te scheren of probeer je die haar te krijgen daar zo? Broer, ik doe dat om te krijgen. Je wil die Afro Jack daar zo. En wat ben je ermee van plan dan als het eenmaal is gegroeid? Ik weet echt niet, man. Gewoon een beetje foto's op Insta en zo. Foto's op Insta? Ja, man. Van je haar? Ja. Ja. Moet wel toch, soms. Figuurtjes erin? Hashtag? Streepje, alles. Ja, kan gewoon, broer. Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Mattie, elke week. Elke week? Ja, vraag maar aan al die... Nee, ik heb geen chima. Nee, met chima gaat para worden, man. Gewoon puur omdat je, zeg maar, schoon... Schoon zijn, broer. Ook oksels. Wil je oksels zien? Ik hoef je oksels niet te zien. Heb jij een tip misschien voor de dames thuis? Scheren. Scheren, feunen, harsen, epileren. Alles met een N. Hoe vaak? Scheer jij je schaamhaar? Elke week. Elke week? Ja, dan moet plat zijn, toch? Hoe scheer jij je schaamhaar? Met wat? Met machine, no. Machine is lekker makkelijk. En heb je soms wel eens tijden dat je zeg maar ook dreads daar beneden hebt? Ja, soms wel. Wanneer dan? Dat is gewoon even gewoon wanneer je vrouwtje thuis hebt, weet toch? Alleen vrouwtje mag genieten dan toch. Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Ik scheer mijn schaamhaar niet, maar die wil ik kijken. Jouw broek is zo laag, ik zie je schaamhaar bijna. Daarom ik denk je nou, Mati. Zijn broek. Zijn broek. Mijn broek is laag. Kijk nog. Ik scheer alleen mijn balletjes, weet je waarom, Mati? Dan kan die chickie in de mond zetten, nou, weet je. Met die haartjes niet goed, nou, weet je, Mati. Ja, toch, serieus, nee. Zonder liegen, weet je, Mati. Daarboven is gewoon dreadlocks. Niet dreadlocks, Mati. Ze zijn mooie kleuren. Kijk mijn haren. Weet je, Mati. Ze zijn dreadlocks, maar... Ze zijn Jamaicaans. Ja, toch. Jamaicaans zijn zo. Dus je scheert alleen je ballen? Ja, toch, maat. Je moet mooi zijn, weet je. Okay. Stam scheer ook boven, maar ik laat een dreadje altijd, als je zegt, weet je. Ja, toch. Eén lang haartje, weet je. Eén lang stukje zo, weet je. Maar... Met kraatjes, een beetje vlechten. Maat, je doet het ook, of niet? Zeg me eerlijk, of niet? Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Ik scheer nooit, man. Even serieus. Oh, man. Je scheert niet? Nee, man. Het is vies. Het is vies daar beneden, echt. Hele bos, gewoon oerwoud. Maar dan komt een meid bij je langs en dan? Nou, als je niet wilt, klaar je niet, toch? Heb je wel eens gevlochten? Ja, man.
Iemand had van mij gevlochten. Ja, een meisje zo. Ze ging nu toch naar beneden en zo. Hoe heet ze? Sarah. Sarah heeft gevlochten? Ja, maar... Ja man, serieus man. Gooi even, en gooi nog even een shout-out naar mijn behaarde balzak. Shout-out naar mijn behaarde balzak. Wil je hem zien? Wil je hem zien? Moet ik hem laten zien gewoon? Kijk. We scheren niet man, vies.